Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we niet al te veel bewolking, maar dat komt omdat de wolken dicht bij de grond hangen en die zijn dan niet goed zichtbaar. De dag begint echter met veel wolken, een plaatselijk nevel of mist en dat trekt allemaal op. Daarna gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Aan het einde van de ochtend is het 20 tot 22 graden en vanmiddag wordt het weer zomers warm, 25 tot 27 graden. En als het echt met de zonneschijn mee zit kan het lokaal 29 graden worden. Wel plaatselijk weer een regen- of onweersbui. Vanavond verdwijnen de buien, schijnt de zon nog even geregeld en is het zo'n 20 tot 25 graden. De wind blijft rustig, ook pal aan zee. De komende dagen wordt het minder warm in Nederland. Er kan een enkele bui vallen en de temperatuur gaat dus iets naar beneden. Morgen wordt het 23 tot 26 graden en later in de week ligt de temperatuur meestal tussen de 20 en de 25 graden. De buienkansen zijn in principe klein, maar totaal droge dagen verwachten we niet. Het blijft wel zomers. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl